Gewezen SLM-directeur Paul de Haan heeft persoonlijke issues met de veiligheid op Surinaamse bodem. Dit zei justitieminister Kenneth Amoxie vandaag voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers. De Haan vertrok eind vorige week naar het buitenland, te midden van een onstuimige situatie bij de Surinaamse luchtvaartmaatschappij. Hij is van mening dat het land niet veilig was voor hem en zijn gezin, zegt de justitietopman. Het is zijn beleving. Wat ik ervan kan zeggen, dat de politie werkt samen met andere veiligheidsinstituten om ervoor te zorgen dat de veiligheid in het land gegarandeerd is. Wij als regering, onze verplichtingen om de middelen te voorzien, om de veiligheidsinstituten van de middelen te voorzien om hun werk naar behoren te doen. En dat soort meningen die meneer De Haan heeft geventileerd, dat we zeker rekening daarmee houden en dat we dat gebruiken om als positieve kritiek de veiligheidsinstituten ook op te dragen om zich meer inspanningen te getroosten om de Surinaamse gemeenschap het gevoel te geven, niet alleen het gevoel, de zekerheid te geven dat het veilig toeval in Suriname is. De bewindsman merkt op dat de mening van de gewezen SLM-directeur wordt meegenomen in zijn toekomstig beleid. Amoxie benadrukt dat er geen enkel land bestaat zonder een criminaliteitsvraagstuk. De minister ging ook in op de verkeersveiligheid. Volgens hem is voorzorg de beste aanpak om slachtoffers te voorkomen. Ik voel me wel veilig. Los van dat ik misschien veiligheidsmannen heb, ik voel me wel veilig in Suriname. Maar desalniettemin, de inspanningen moeten we blijven plegen om steeds naar een hoger niveau van veiligheid te komen in Suriname. Amoro, belangrijk Sani. Het belangrijkste is dat we moeten doen in al die activiteiten om de verkeersveiligheid onder andere te waarborgen, is handhaving. Toch? De politie moet op straat zijn. Ze hebben nu tintmeters om al de mensen die zich verschuilen achter getinte ruiten, om die mensen te identificeren en te bekeuren. Ze hebben snelheidsmeters om ten aanzien van de snelheidsduivels die optreden en allerlei ravage veroorzaken in het verkeer, om ze ook aan te pakken. Amoxie zegt dat de politie voornemens is om in de grote vakantie de verkeers- en algemene controle op te voeren. Verder is de leiding van de politie bezig met voorbereidingen om de verkeerscriminaliteit aan te pakken. De minister stelt dat er ook in aanloop naar de maand december een hele planning gemaakt zal worden voor de ordehandhaving.